Life is a winding road. Rico. No telling where it goes. Na een paar weken thuiswerken beginnen de muren best wel een beetje op af te komen. Ik had dus echt zin om even op pad te gaan om te fotograferen. Maar dan niet zo heel erg uitgebreid met een volle tas. Dat komt goed uit, want ik had de Canon EOS M6 Mark II nog op mijn lijst staan om een video van te maken. Dus ik ben even naar de winkel gegaan om hem op te halen. En ik heb contact gelegd met Jeroen om af te spreken hier in Wildpark Lelystad om de video op te nemen. We gaan ermee aan de slag en we gaan je natuurlijk laten weten wat je ervan kan verwachten. Oh, ja, tuurlijk, we houden wel 1,5 meter afstand. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. Nee, dat is niks. Te veel licht op de achtergrond. De camera is voorzien van een EFM mount. En voor vandaag heb ik gekozen voor de EFM 1850. En een grote voordeel daarvan is, ik hoef tussendoor niet steeds te wisselen van lens. Maar normaal gesproken heb ik daarvoor een grote tas bij me. En die heb ik dus nu niet. Het zorgt ervoor dat je setup lekker compact is. En dat is ideaal voor bijvoorbeeld een dagje uit of op vakantie. Ja, je hebt natuurlijk ook te maken met die minieme bewegingen, hè, van die bloem zelf door het beetje wind. Sluit de tijd nog maar even ietsje sneller dan. Canon is heel erg trots op deze camera en ziet het dan ook als paradepaardje onder hun systeemcamera's. Nou, dat is niet zo raar als je bedenkt dat hij bijna dezelfde specificaties heeft als de 90D spiegelreflexcamera. Daar hebben we al wel een video van gemaakt en geüpload en als je die wil bekijken, klik dan hier rechtsboven. Grote verschil tussen de twee camera's is het formaat. Deze is gewoon heel erg compact. En hoe hebben ze dat gedaan? Nou, ten eerste, hij heeft een kleinere accu. Daardoor is de grip ook iets kleiner geworden, maar niet hinderlijk, hij ligt nog steeds wel goed in de hand. Daarnaast, het is geen spiegelreflexcamera, dus er ontbreekt een spiegelhuis. Dat scheelt ook behoorlijk wat volume. Als laatste belangrijke punt, hij ontbreekt een viewfinder. En of je gaat fotograferen of filmen met behulp van het display, of je doet net als ik en je gaat voor de optionele viewfinder. Ik vind zelf bijvoorbeeld een viewfinder best wel heel erg fijn om mee te werken, maar wat vind jij? Laat het hieronder weten in de comments. Ja, maar Rick, hoor ik je bijna denken. Wat is dat nou voor een BS? Het is toch de EOS R wat het paradepaardje is onder de systeemcamera's? Ja, dat klopt wel, maar dat geldt dan voor de full frame setup en dit is een APS-C camera. En niet om het een of ander, maar op dit moment is er geen enkele andere APS-C camera met 32,5 megapixel. En naast die 32,5 megapixel heb je ook nog beschikking over dual pixel autofocus, het scherpstelsysteem van Canon. En dat is echt een razendsnel scherpcelsysteem. En in die automatische scherpstelling heb je dan ook nog weer eens beschikking over objectherkenning en in de fotografiewereld steeds belangrijker wordend eye autofocus. Die autofocus die moest dus natuurlijk even getest worden. En in de single photo modus, daar is niks op aan te merken. Razendsnel die scherpstelling. Als ik dan toch bezig was, heb ik meteen de burst uitgeprobeerd. In de High Speed Burst Plus modus, waarbij er 14 foto's achter elkaar worden vastgelegd, ja, dan merk je dat die sensor wel wat te verduren krijgt. Er zijn een aantal foto's bij, waarbij de scherpstelling niet precies ligt daar waar je het graag zou willen. Dus ga je één tandje minder naar de gewone burst modus, waar je nog steeds 10 beelden per seconde hebt ongeveer, en dan is dat resultaat al een stuk beter. Wat trouwens ook een hele gave burst modus is, is de raw burst modus. En daarbij wordt, als je de ontspanknop half ingedrukt houdt, zeg maar voor het scherpstellen, alvast een buffer opgeslagen. En op het moment dat je echt doordrukt, dan wordt die buffer van een halve seconde opgeslagen en al die foto's daarna. En is dat dan klaar? Dan kan je een selectie maken van de foto's die voor jouw idee het allerbeste uit de bus zijn gekomen. Oh,
Wat een beetje merkwaardig is aan deze Canon-camera is dat hij niet gebruik maakt van een flippy screen, maar een scherm dat omhoog en omlaag te kantelen is en ook nog naar boven te kantelen is. En dat zorgt ervoor dat als je een selfie maakt of hem gebruikt om te vloggen, dat je jezelf goed in het kader kan houden en de scherpstelling kan bepalen zonder dat je raar naast de camera zit te kijken. Nee, je kijkt eigenlijk altijd wel gewoon goed recht naar de camera. En wat ik heel fijn vind aan het schermpje is dat je je scherpstelling erop kan bepalen. Ja, natuurlijk, je kan gewoon met je vinger eroverheen slijpen en dan kan je je scherpstelling bepalen. Maar wat ik persoonlijk heel fijn vond met deze viewfinder erbij is dat als je door de viewfinder heen kijkt, je met je duim heel makkelijk kan slepen waar je scherpstelpunt moet zijn. En ik doe dat dan nu met mijn rechterduim, maar in de instelling kan je het ook zeggen dat je het met je linkerduim wil doen. En het grote verschil met een DSLR is, daar doe je dat eigenlijk altijd met een joystick. En ik heb vaak ruzie met die joystick, want of hij schiet mijn punt voorbij of ik ga net niet snel genoeg. Dus deze manier, ik hou er wel van. Van mij mogen ze dat in spiegelreflexcamera's ook inbouwen. En dan is dit het praktijkvoorbeeld van hoe je dat scherm kan toepassen. Wat wel een beetje een nadeel is bij het filmen op deze manier is dat de hotshoe zo geplaatst is met het scherm dat je geen externe microfoon kan aansluiten. Dus dat is misschien een beetje jammer, maar er zijn genoeg andere oplossingen voor. Dit is ook meteen een mooi moment om het over de videokwaliteiten zelf te hebben. Uit de doos filmt de camera met maximaal 4K 30 beelden per seconde. Maar daar was niet iedereen heel erg blij mee. En daarom heeft Canon een firmware gereleased, waardoor het ook mogelijk is om met 24 beelden per seconde te filmen. En daarnaast kan je in Full HD met maximaal 120 beelden per seconde filmen voor hele gave slow-mo's. En dan nog even over het uiterlijk van de camera. Het is gewoon een hele mooie classic Canon camera in een compact jasje, want een systeemcamera. Alle knoppen die je nodig hebt zitten mooi binnen handbereik en de fijnste knop vond ik zelf de schakelaar tussen automatische en handmatige scherpstelling. Die zit namelijk mooi bij het schermpje, net als bij een DSLR. En tijdens het fotograferen kan je er ook heel makkelijk bij met je duim. Is het dan allemaal perfect? Nou, er zijn een paar kleine dingetjes. Zoals ik net al zei, die hotshoe aansluiting die zit in de weg als je je schermpje openklapt om jezelf in de gaten te houden. En vooral bij het filmen, wat deze camera echt heel erg goed kan, is dat best wel jammer. Want vooral bijvoorbeeld bij het vloggen waarbij je hem op jezelf richt, is die microfoon juist belangrijk voor de audiokwaliteit bij je video. En nog een klein puntje, het wegschrijven van veel foto's, vanuit de beurs bijvoorbeeld, nou, dat kan best wel wat lang duren. En dat terwijl de camera overweg kan met UAS 2 geheugenkaarten en die hebben wij er dan ook in zitten. Maar ja, het duurt gewoon wat lang. Heb jij nou nog verder vragen over deze camera? Stel ze gerust hieronder in de comments of kom langs in een van onze winkels. Vond je de video leuk? Geef me een like en wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dan ga ik nog even kijken of ik wat otters kan spotten.